Gisteren zijn er twee nieuwe kits uitgekomen voor de Sims. Een creëren sim kit en een bouwkit. De CS kit heet Zwembadpret. En ik ga kijken wat er allemaal in deze kit zit. Laten we eens kijken. Ik denk niet dat we iets van make-up of haar hebben. Maar ik ga even checken. Zwembadpret, daar is die. Nee, helemaal niks, hè. Ook niks voor op het hoofd. Misschien zonnebrillen. Dat zou wel logisch zijn. Ja, oh, en kettingen. Laten we even kijken. Dit ziet er vreemd uit. Dat zit niet eens op haar neus. Nou heeft ze wel een beetje vreemde vorm neus. Laten we even kijken. Gewoon een standaard neus en daar zit die nog steeds niet helemaal op. Maar dat zie je natuurlijk niet van ver weg. Wel een beetje. Het ding is echt super groot. We hebben wel een heleboel kleuren. Deze vind ik leuk. Het zijn allemaal zonnebrillen. Nou, er zitten wel een paar leuke swatches in. Het past niet echt bij deze sim. Maar ik denk wel dat je een sim kan maken waar deze brillen bij past. En deze. Dit is echt een Barbie bril. Hij is een beetje doorzichtig. Ik vind hem wel leuk eigenlijk. Is het echt een zonnebril of meer een normale bril? Het is wel echt een zonnebril. Laten we even kijken naar de ketting. Oh, die is wel leuk. Een gouden, roos. Rooskleurig, zwart. Alle basiskleuren zijn er. En een paar combinaties. Ook vind ik de combinaties wel leuk. Deze vind ik wel mooi. En we hebben deze ketting ook nog. Is vrij gedetailleerd ook nog. Ja. Ook in alle basiskleuren. Geen combinatiekleuren deze. Maar hij is best mooi. Natuurlijk zijn er een hoop kleding. Tenminste, dat denk ik. Want het is... een creëren simkit. Oh ja, we hebben hier het een en ander. Een mooie top. Een heleboel verschillende swatches. Een mooi basisstuk eigenlijk. We hebben niet echt zoiets. Oh, zelfs details aan de achterkant. Ja. Ja, oké. Okay. En een mooi shirt. Vrij heftige kleuren, maar dat vind ik niet erg eigenlijk. Oh, deze is leuk. Yep, oké. Okay. Alleen hiervoor is de kit het al waard. Ja. Alke poutjes, ik weet niet hoe vaak ik hem ga gebruiken. Maar de andere die zijn... Oh, ook mooi neutrale zwartjes. Dat doen ze tegenwoordig. Ook de neutrale zwartjes erin. En we hebben deze. Ik snap niet goed hoe dit werkt. Maar ook weer mooie kleuren. Niet iets wat ik snel zou gebruiken, denk ik. Hangt een beetje van de sim af. Deze is ook leuk. Wel eentje die ik sneller ga gebruiken. Er zit overal een grappige swatch in en een aantal serieuze. Dat vind ik leuk. Dat is net hoe je zin hebt om te spelen, kan je het gebruiken. Deze is best wel mooi eigenlijk. Die kan je ook gewoon als top gebruiken. Als het warm is. Laten we even kijken wat we voor de onderkant hebben. Ook aardig wat. Deze is een... beetje vreemd? Ik weet het niet. Past bij deze, denk ik. Ja, dit past wel bij elkaar, ja. Eens kijken, wat hebben we hier? Boxershorts. Ja, dat kan natuurlijk. Ik denk dat ze deze oorspronkelijk voor de mannen hebben gemaakt, maar ook voor de vrouwen beschikbaar hebben gesteld. Ook weer met de kabouters erop. Ik vind ze leuk. Deze. Ja, dit... er zijn wel hele mooie basisswatches ook. Dit is iets wat ik veel zal gebruiken, denk ik. En deze. Die is ook wel leuk. Mooie swatches. Ja. Deze ook gewoon een mooi basisstuk. Een hoge taille. Ja, waarom ook niet? Deze. Oh, dat is de kortere versie van deze. Ik denk dat die dezelfde swatches heeft. En we hebben hier dat rokje. Die is ook wel leuk. Ja, dit kan je ook gewoon bij warm weer aantrekken. Dit hoeft niet per se om te zwemmen te zijn. Ja, die is mooi. Hebben we nog iets van schoenen erbij gekregen? Oh ja. Deze. Oh, die passen bij die doorzichtige brillen. Deze zijn ook doorzichtig. Ik denk niet dat het bedoeld is als waterschoen. Maar zou, ja, misschien ook wel. Ik vind ze best mooi eigenlijk. En we... oh, er zit een enkelbandje zit er omheen. En die andere... oh, dit zijn echt van die slippers. Dit zijn echt van de slippers die je aantrekt als je naar het zwembad gaat. Of op de camping gaat douchen of zo.
flamingo erbij. Oh, die passen ook echt bij alle andere kleding. Ja, ik moet zeggen, het is goed uitgevoerd deze keer. Het ziet er echt heel goed uit. Nou wil ik wel even kijken wat voor accessoires we er nog bij hebben gekregen. Oh, zelfs dit nog. We hebben hier een armbandje. En we hebben deze nagels. Ik kan er dichtbij kijken. Verschillende kleuren. Ja, dit zijn van die festivalbandjes. Ja, die gebruik je toch niet bij het zwembad. Maar het is, deze zijn zeker handig als je verhaal wil vertellen. Laat de nagels eens even kijken. Die zijn best mooi eigenlijk. Verschillende kleuren. Ja, we hebben al een hoop basiswatches voor nagels. Maar deze zijn even wat extra. Ja, ik vind ze erg leuk. En natuurlijk ben ik helemaal vergeten te kijken naar de kleding voor het volledige lichaam. Laat eens even kijken wat we hier allemaal hebben. Oh, hier hebben met de zwembandjes. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik heb nog nooit een volwassene zien zwemmen met dit soort zwembandjes. Je hebt wel een grote zwemband en er gewoon lekker in liggen dobberen. Maar echt zo'n kleintje om te zorgen dat je niet verdrinkt. Niet eigenlijk. Nou is dit natuurlijk in Amerika gemaakt. Dus misschien is het daar wel een ding. Ik weet het niet. Ik vind dit zwempak heel erg mooi eigenlijk. Mooie swatches. Ik snap niet hoe het blijft zitten. Dat als je het zelf aan zou hebben, dat zakt toch af hier. Maar dit is de Sims, dus dat maakt niet uit. Hier de verschillende swatches. Ze zijn wel grappig. En nog een badpak. Die is ingewikkeld. Ik zou zo verdwaald raken als ik deze probeer aan te trekken. Maar hij is wel mooi. Ja, dit is echt voor chique aangelegenheden. Als je hier een rokje bij doet, dan heb je volledig outfit, joh. Ja, niet dat dat kan, want je kan er alleen accessoires bij doen. Geen rokjes, maar hij is leuk. En dan hebben we deze nog. Een mooi shirtje en een soort lendenlapje erbij. Ik weet het niet. Dit is niet mijn ding. Dit is echt. En de shirt vind ik mooi. En de top ook, maar het broekje. Echt. Het is echt niet mijn ding. Met de vriezerpanny erop, ja. Het zijn wel leuke dingen. Nou, ik deze zie, vraag ik me af of het ook voor kinderen is. Nou, dus even kijken. Voor jou een kind maken? Ja, we hebben deze voor kinderen, ja. Oké, dit vind ik wel heel erg schattig. En hebben we verder ook nog dingen voor kinderen? Nee, hier niet. Ik denk dat dit de enige voor kinderen is. Nee, dit is echt het enige wat we hebben voor kinderen. En als we van haar een jongetje maken, dan hebben we deze. Oké, het is zelfde swatches als bij de andere. Nee, geen accessoires. En als we van jou weer een meisje maken, hebben we dan accessoires? Nee, ook niet. Oké. En als we van jou een peuter maken, hebben we dan nog dingen? Nee, helemaal niks. Niks voor peuters. En dan betwijfel ik het of we wat voor baby's hebben. Oeh, je bent eng. Ik heb weer die ogen. Ik weet niet wat het is. Peuters krijgen iedere keer weer die ogen. Oké, nee, niks voor peuters erin zitten. Oké, laten we eens even kijken wat we voor mannen hebben. Ik ga even iemand van de galerij toevoegen. Eens kijken, hebben we een paar mannen hier. Hier. Laten we eens even kijken. Hij is al blauw, dat is handig. Hier hebben we de shirts. Oh, die zijn wel leuk eigenlijk. Oh, ook met de kabouters. Ja, die is leuk. Ja. Oh, die ga ik vaak gebruiken. En met de flamingo's natuurlijk. Ja, die is leuk. En een mooie tanktop. Vind ik ook helemaal niet erg. Ik ben ook blij dat ze overal Simlish op hebben gedaan. En geen gewone teksten. Dat vind ik niet zo leuk in het spel. Even kijken. En voor de onderkant. Minder dan bij de vrouwen. Maar oké, haal die eens even weg doen. Deze is laag. Dat moet een zelfverzekerde Sim zijn die dit aan gaat trekken. Ook met de kabouters, ja. Oké, ja, deze hadden we ook voor de vrouwen. Maar is inderdaad meer voor mannen geschikt. Ik vind deze best mooi. Ja, ziet er goed uit. En we hebben deze nog. Oeh, dit is ook. Dit is dezelfde als die er voor de vrouwen was. Dit is niet echt een mannenmodel, wel. Ligt het nou aan mij? Zijn er mannen die er zo bij lopen in het zwembad? Ik weet het niet. Nou, deze korte ook nog. Ja, die vind ik ook leuk met de kabouters. Ja, je kan
De zwartjes die matchen ook met alles. Als je dit doet samen met dit. Ja, het ziet er nog best goed uit. Zoiets. En hebben we hier ook schoenen? Oh, we hebben diezelfde. Die slippers ook weer. Die je aantrekt als je naar het zwembad gaat. Die zien er ook goed uit. Dan hebben we hier accessoires. Ook het bandje weer. Voor hier. We zullen ook wel... Ja, we hebben dus één van de zonnebrillen. Die past hem beter dan de vrouwelijke sim die we net hadden. Misschien is deze ook wat meer gericht voor mannen. Dat weet ik niet. Het is ook een wat grovere bril. Dat staat nog goed. En we hebben deze ketting. Oh, die vind ik ook erg leuk bij hem staan. Dit is precies dezelfde als die we net bij de vrouwen hadden. Oké, laten we hier eens kijken. Volledig lichaam hebben we alleen deze. Het ziet er toch wel vreemd uit op een volwassene. Voor kinderen alarm, maar voor volwassenen? Ah, dat zou ik zijn. Misschien dat het in Amerika anders is. Dat er volwassenen wel zo rondlopen bij het zwembad. Oké, dit was de zwembadpretkit. Ik hoop dat je zo'n beetje overzicht hebt van wat er allemaal in zit. En laat me weten, is dit een kit voor jou? Als je de review van de bouwkit wil zien, deze is hier op het scherm. En ik hoop je daar weer te zien. Dag, dag.